week 3 van de Virtual Reality opdracht, rekenopdracht, ontwikkeld door Pascal Wouters. Je gaat het straks ook even testen. We gaan lopen even naar de studenten toe. Hallo. Jullie zijn al een stukje verder? Zeker. Ik zie jullie vet racen inderdaad. Met een stuur. Ja. Oh. Dan gaan we even een interviewtje houden. Hey, Sjoerd. Yes. Ik zie een stuur. Wat is er aan de hand deze week? We hebben een stuur opbesteld. Ja? Op een budget van school. En die hebben we gemapt in onze game. Mm-hmm. Dus zoals je ziet is Albert nu aan het rondrijden over de baan. Ja. Met het stuurwiel. Met het stuurwiel, oké. Okay. Ja. We hebben wat testers met mensen die een beetje auto kunnen rijden. Ja. Dus die al rijbewijs hebben. En die hebben gezegd, nou, je mag wel wat gevoeliger. Dus we hebben hem redelijk realistisch nu in de game gekregen. Heeft Albert dus een rijbewijs? Nee, maar Tom wel. Die staat achter je. Tom, top. Ja. Je hebt al gereden. Ja. Wat in vergelijking met een auto, wat vind je ervan? Het is nog niet echt realistisch, maar dat okay. is logisch. Maar het voelt al best wel gelijkwaardig. Heb je het wel eens gedaan met een VR-bril op en het sturen? Ja, nee. Ja, nee, maar ik bedoel daarvoor. Had je daar al ervaring mee? Nee, nooit. Oké, okay, maar je voelde wel directe input? Ja, dat wel. Oké, okay, dus dat ging redelijk goed. Oké. Okay. Albert, wat vind jij ervan? Ik vind het fantastisch. Fantastisch. Het voelt hartstikke fijn. Het voelt natuurlijk helemaal niet realistisch, want ik heb misschien wel geen rijbewijs. Ik heb wel eens een auto gereden, bad me, maar... Okay. Het voelt niet compleet realistisch en we willen ook nog forced feedback eraan toevoegen. Ja, en wat is dat, forced feedback, voor de mensen die het niet weten? Sjoerd, dat kan je beter uitleggen wat ik... Sjoerd, wat is forced feedback? Nou ja, in een auto als je hard gaat sturen, vooral als je geen stuurbekrachtiging hebt, dan voel je dat heel duidelijk. Als je heel hard wil sturen, je moet die wielen maken meer weerstand, wordt het moeilijker om te sturen naarmate je verder gaat. Ja. Okay. Dat moet dat stuur eigenlijk ook gaan doen. Dat als je heel erg hard of een hele... plotselinge beweging maken, dat je die inertia voelt van het schip en dat je daar ook de feedback van krijgt. Dus dat wordt moeilijker om te sturen. Okay. Kan het stuur eigenlijk duidelijk. Nog helemaal... Het gaat te soepeltjes nog. Ja, het gaat veel te soepel. Ja, ja. En dat willen we nog allemaal toevoegen, maar het is natuurlijk al, het voelt natuurlijk voor de immersion is natuurlijk al hard veel beter. Dat je nu beide, dat je niet meer twee controllers in je handen hebt, maar dat je ook echt gewoon een stuur en gaspedalen onder hebt. Ja, gaaf. Maar jullie waren vanochtend een uurtje bezig om het te mappen, ongeveer? Zoiets, ja. Oké, okay, dus wel redelijk rap gedaan. En in game heb je ook al wat gewijzigd. Daar gaan we straks nog het footage in bekijken, denk ik. Het schip ziet er nu eigenlijk wat degelijker uit dan vorige modellen. Dat we dat poly model hadden. Ja. Dashboard ziet er ook wat anders uit. Dat is wat realistischer in het raam van het ruimteschip gezet. Ja. De kleuren van het dashboard die veranderen ook op basis van wat er gebeurt. Dus als je normaal rijdt, hè, dan... kun je nu duidelijk zien bij Albert, dan zijn die lampjes blauw. Ja. En die lampjes lichten op net wat meer op als je harder gas geeft. Gaaf. De kleur die verandert naar oranje als je een penalty hebt. Dus dan heb je een beetje visuele feedback. Ja. Van wat de staat van het schip is. En als je boost, dan wordt die geel. Oké, een penalty krijg je dus als je de som fout hebt. Of ga je als je van de baan afvalt, Albert, als je dat wil proberen. Wil je van de baan afvallen? Dan respawn je met een penalty. Ik zag het, en het wordt oranje ook. Dan zet hem, het spel zet dan je motor uit en dan zet je stil totdat de motor helemaal teruggevallen is naar nul en dan laat hij weer vrij. Kijk, dit is de tweede keer gedemonstreerd. Top jongens, bijna vakantie? Ja. Wat gaan we naar de vakantie doen, opleveren? Tijdens de vakantie wil ik wel een beetje aan werken. Ja, je wilt er nog doorwerken, hè? Kijk, deze studenten vinden het gewoon te leuk om te stoppen. Jij ook, Albert, denk ik? We hebben wat publiek al verzameld. Dag jongens. Publiek had zo. Hallo. Ja. Hij zwaait wel, maar hij kan ze niet zien. Hij hoort ze wel. Dit is een betere wereld. Een betere wereld, ja. Oh. Oh, de echte wereld is ook leuk. Hey, top jongens. Succes verder. Ja, bedankt. En we gaan even wat in-game footage bekijken. Nee, cool.